was wel echt heel heftig, vind je niet? Ja. Sophie ging gisteren met haar vriendinnen naar de ijssalon in het dorp. Ja, ze waren dus onderweg om een ijsje te kopen. Maar ja, plotseling ging de brug dicht, dus moesten ze even wachten. En wat veel kinderen hier in de buurt doen, ze gingen aan de slagbomen hangen. Maar toen de brug eenmaal weer dicht was, ging die slagboom natuurlijk weer open. Maar ook net op dat moment liet ik meteen los een step ook. Maar Sophie liet niet los, dus ze vloog zo de lucht in. Nou, ik schrok toen ik boven hangde. En toen moest ik echt heel lang wachten. En ik kon het niet volhouden en ik vond het eng. Het was echt heel eng. Het leek net of ze zo in de lucht vloog. Veel mensen zagen het gebeuren. Ook Teun en Stijn. Ik ging de hond uitlaten. Toen zei ik tegen moeder, mam, moet je eens kijken naar de brug. En toen zag ik al twee mannen eronder staan van, wat gebeurt er nou? Ja, we hebben wel vaak hier dat jongens of meisjes eraan gaan hangen, weet je wel. En dan halverwege loslaten. En alleen, zij liet niet los, dus ze ging een beetje te hoog. Teun maakte er snel een filmpje van. We zijn wel wat gewend hier, maar dit hadden we nog niet gehad. Eerst hing ze een tijdje stil. En toen op een gegeven moment deed de man van de brug deed de slagboom weer naar beneden. Maar het ging best snel, dus viel ze bijna. Gelukkig zit Sophie op klimsport en klimt ze vaak in bomen. Ze hield dus goed vast en stond even later weer veilig op de grond. En ging ik Sophie echt een beetje troosten, want ze ging echt een beetje huilen. Want ik was zo hard geschrokken dat toen wou ik niet meer naar buiten. En dat ijsje lieten ze ook maar zitten. Sophie hoopt dat haar verhaal een waarschuwing is voor andere kinderen. En gelukkig voor haar was het dit keer eind goed, al goed.